mensen, super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld, hier zit Julia achter mijn computer. Ik zoek en die is Roblox aan het spelen. Nee, dat is B. Ja, kijk, ja, ze is al druk aan het spelen. Want vandaag is het zaterdag en dan ga ik voor de eerste keer een livestream en die gaat er echt super mooi uitzien. Om 3 uur voor jullie is het natuurlijk dan al geweest als ik deze vlog erop heb gezet. Dan kunnen jullie hem nog wel terugkijken, de livestream dus. Maar dat gaat een enorm feest worden. Toch, Joe? Yes, ik ben voor de zeker. Ik was eerst een slager. En we hebben echt een hele mooie Roblox aan het spelen. Jules, echt een Roblox, mevrouw. En dit is OBS Studio. Kijk, die hebben wij gemaakt. Ja, dat kan. Kijk, hier zie je dan... Maar ik doe niks, dus hoe kan ik dat ik dan loop? De camera zie je dan daar linksboven. Ja, daar zie je het scherm. Just Kjeld. Hieronder staat dan... Kjeld. Welkom. Ja. Huh? Ik doe helemaal niks. Welkom bij de stream. Dan staat hier allerlei leuke dingen. Dat is het beetje. Ik ga fluiten. Ja. Het is de eerste keer dat ik weer ga fluiten in 2017. Ik heb er super veel zin in. Het gaat ook vast super leuk worden. Ik moet de JO94 fluiten. Dat is voor nog in de teruggetijden de F4. Dus dat gaat super leuk worden. Daar krijgen jullie nu wat beelden van te zien. Eerst nog even van de auto en dan zie ik jullie weer. Goed, Mika. Gaan we door. Gaan we door. Kijk naar de bal. Kijk naar de bal. Ga door, Mika. Ivo, we willen een volle bal hebben, jongens. Sta allemaal stil. Goed zo. Mooie bal, Ivo, hoor. Super. Ga door, Milan. Loop mee naar de voren toe, jongens. Ga door, Julian. Afpakken. Ga door, Julian. Ah, jammer. Ja, maar het wordt niet meer. Het wordt geen bal. Hé, doe maar. Onbewust, hè? Ja. DJ, wacht maar. Oké. Wordt zo. Zet erop. Wordt zo. Doe op, eraf. Ja, goed. Zo. Ja, mooi bal. Ja, kom op, eraf. Uniek, op de bal. Die bal. Janiek, andere kant door. Geen bal, komt het door. Janiek, wat zijn we nou met? Ik ben thuis gekomen van de voetbal van het scheidsrechter. Columbia heeft 9-1 verloren. Ze speelden ook niet heel erg best. Maar het was leuk om weer zo'n partijtje te fluiten. Niet volgende week ben ik, maar dan die week ben ik weer aan de beurt. En dan fluit ik een iets beter team. Ik heb een lekkere donut gepakt. En ik zit even achter de computer. De stream gaat over een half uurtje, iets 40 minuten precies, beginnen. Het streamen zit erop. Ik heb even een half uurtje, want het ging een beetje haperen en zo. En anders is het ook niet super leuk om naar te kijken. Het zonnetje schijnt echt waar. En ik ben gewoon even Roblox aan het spelen. Ik ga zo denk ik even met Jules buiten spelen. Vind Jul wel leuk. Want de zon is er echt doorgekomen. Ik heb echt heel de zon. Even mijn cash pakken voor de Roblox. En dan ga ik eens even... Oh, en dan ben ik dan lekker buiten. Zet deze mooie trap even aan de kant. Hoplatee, het zonnetje schijnt. Schuur even open doen. En dan gaan we even mijn fiets even lekker spuiten. Want die moet nog wat lekker schoongemaakt worden. Zo, Joe. Maak hem maar mooi schoon. Ja, het is echt lang niet meer gebeurd. Dus, je hebt het vaker gedaan. Huh? Is die nog schade?
Nee, dat is geen poepzadel. Vind je ze mooi? Maak hem maar mooi schoon. Dan heeft hij wel een beurt nodig. Echt wel. Welkom bij jullie als schoonmaakspecialist. Oh nou. Succes, joh. Succes. En dan ga ik, dat Jul even aan het schoonmaken is, ga ik even naar Snoetje in het hok. Hey Snoet. Hup, open. Hey. Kom eens. Kijk, daar zijn de kijkers weer. Kijk, daar zijn de kijkers weer. Kijk, daar zijn ze weer. Ja, daar, kijk. Zeg maar hallo. 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 De kijkers. Ja, dat zijn mijn kijkers. Ja. Ho, nou, wat doe ik? Ben je boos? Nee, toch? Ja, zeg maar verder. Hoe zit het bij jou, joh? Goed? Jij gaat verder. Het zit erop voor jou. Nee, jij gaat verder, ja? Oh. Ik ga even. Oké, okay, nou dan ga ik het even. Wat water gestrooid. De mand is een beetje vies. Maar verder is het verder mooi schoon. Ik vind het genoeg zo. Zit een beetje onder het water. Maar dat komt natuurlijk zo, altijd we hebben schoon. Even lekker buiten gespeeld. We hebben een potje voetbal. Je ziet dat er wat bruine gaten in het gras zijn. Jullie en ik hebben flink gevoetbald. En wij gaan eens even lekker wat eten halen bij het bikkertje. De snackbar. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Ik heb het eten op. Het was echt super lekker. Ik ben nog even Roblox aan het spelen. Blijft echt een leuke game. En ook het gaat mooi om het geld. Ik doe een beetje pizza boxer. Pizza's klaarmaken. En een beetje deliveryën. Dus gaat allemaal goed. Het is geen ruzie in het spel. Wij gaan even de boel versieren hier in huis. Er komen allemaal vlaggetjes. Want Jul die wordt morgen 9 jaar alweer. Super snel gaat dat weer. En dan moet de boel ook wel mooi versierd zijn. En ook heel veel versierd zijn met ballonnen, vlaggetjes en zo. Want dan komt Jul straks morgen in de ochtend binnen en dan ziet ze dat die vlaggetjes en die ballonnen allemaal. En dat is wel leuk. Dat deed ze ook bij mijn verjaardag in oktober. Dus dan gaan we even hier de boel. Zo, ik ga even bolletjes. En die moet ik dan met een paperclipje vastmaken. Gaan we eens even kijken. Deze die zit al vast. Deze ook. Doen we dat zo. Hopla. Ho. Dit is een groene. Een beetje naar groene. En dan zetten we hem zo vast met een paperclip. Leuk die balletjes. Dan ga ik ook even de ballonnetjes oppompen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Wat staat er allemaal op? Er staat 9 jaar op. Mooi. De pot zo. Hop. Ik maak het altijd zo mooi open. Gewoon zo. Nee, daar ga ik toch even een schaartje voor pakken. Zo, het is open. Zo, allemaal mooie ballonnetjes. Je houdt wel van roze. Doe je dan, hopla, zo. Hopla. Die en op. Ho. Ze spelen mee met de Weet Ik Veel app. We hebben bij deze vraag A. Mooi. Dit was alleen maar een gokje. Dit was de vraag. Boom. We zijn nu bij vraag 24. En we hebben nu ongeveer een 3 of zo nu. Een 3 hebben we nu. Dus dat is netjes. Nog even zo doorgaan. En dan is het spelprogramma weer afgelopen. Afsluiten. Nog even deze vraag. Hebben we die goed?
hoe heette de oudste twee zonen van Adam en Eva? Cain en Abel. Allemaal mooi. Allemaal supergoed. Ik sluit deze vlog af. Super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Als je deze vlog leuk vindt, doe dan vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk even hier beneden. En dan zie ik jullie weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Laters.